Nu we een werkende sensor hebben, is het tijd om de alarmen in te stellen. Je kan de verschillende sensoralarmen instellen door bij instellingen te kiezen voor alarminstellingen. Bij de hoogsetup kan je per tijdsblok een alarm instellen bij hoog, voorhoog of een stijgalarm. De hoogalarmen laten we bij het opstarten meestal uitstaan. Als je meer dan 3 uur meer dan 250 mg per deciliter staat, krijg je sowieso een hoge sensorglycemiealarm. Dit kan je niet uitzetten. Bij de laagsetup kan je ook per tijdsblok een alarm bijlaag of voorlaag instellen. Meestal stellen we de ondergrens in op 70 mg per deciliter. Als je sensorglycemie onder de 54 mg per deciliter gaat, krijg je sowieso een lage sensorglycemiealarm. Dat kan je ook niet uitzetten. Bij de alarminstellingen kan je ook de snoesfunctie instellen. Dit is na hoeveel tijd het alarm herhaald wordt. Voor de hoogalarmen staat dit standaard op 1 uur en voor de laagalarmen staat het standaard op 20 minuten. Dit mag je zo laten staan. Bij de laagsetup schakel je best de stop voor laagfunctie in. Je zal zien dat het laagalarm dan automatisch aangaat. Dat is normaal. De stop voor laagfunctie betekent dat je pomp de basale insuline zal stoppen als de sensor voorspelt dat je de komende 30 minuten onder je ondergrens zal zakken. Na 30 minuten zal de pomp je insuline terug hervatten als zij verwacht dat je glycemie binnen de 30 minuten terug 40 mg per deciliter boven de ondergrens zal zitten. Na 2 uur zal de pomp automatisch sowieso de insuline hervatten. Tijdens een stop voor laag event kan de insuline ook manueel hervat worden. Je kan zien dat deze stop voor laag functie ingesteld is doordat op je beginscherm het stop voor laag icoontje verschijnt. Als je pomp gestopt is, zal dit icoontje knipperen en een rode balk op het beginscherm verschijnen. Na een stop voor laag episode is een stop voor laag functie tijdelijk niet beschikbaar, om te voorkomen dat je gedurende lange tijd geen insuline zou krijgen. Op dat moment staat er een rood kruisje over het pictogram. De duur van deze onbeschikbaarheid is afhankelijk van je reactie op de alarmen. De stop voor laagfunctie kan enkel gebruikt worden in de manuele modus. Eenmaal je de smartguard-functie gebruikt, regelt de pomp de basale insuline volledig zelf. Aangezien je bijna continu met de smartguard-functie zal werken of met de automodus, is die stop voor laagfunctie dus niet zo belangrijk. Je zal zien dat je dus heel veel kan instellen. Wat je niet moet gaan doen, is perfectionistisch alle alarmen gaan gebruiken. Want dan ga je natuurlijk heel veel alarmen krijgen en voor je het weet reageer je niet meer op die alarmen. Er is zoiets als alarmmoeheid. Het is veel beter om in het begin weinig alarmen in te stellen en enkel de alarmen te gebruiken waarvan je weet dat je er gaat op reageren. Do's en don'ts. Nu kan het ook zijn dat er eens een dag is of een nacht waarin of waarop je eens echt geen tijd hebt voor je diabetes en je tijdelijk je ingestelde alarmen wilt uitschakelen. Daarvoor is er een hele leuke knop, namelijk de alarmstilte. Deze vind je bij de audio-opties. Je kan daar bijvoorbeeld kiezen om alle ingevoerde sensoralarmen tijdelijk uit te zetten tot 24 uur. Zoals gezegd kan je het alarm van onder de 54 mg per deciliter of meer dan 3 uur boven de 250 mg per deciliter niet uitzetten. Het is dus de bedoeling dat als je een alarm krijgt, dat je hierop reageert, zeker als je de smartguard-functie gebruikt. Anders zal hij terugkeren naar de manuele modus. Links onderaan in het beginscherm kan je zien wanneer de smartguard-functie gaat afsluiten, moest je bijvoorbeeld toch geen bloedglucose invoeren als dat zou nodig zijn. De Minimed is niet voor niets het veiligste closed-loop systeem op de markt. En de firma heeft zich serieus ingedekt door al deze veiligheidsmechanismen. Alhoewel je veel van je alarmen dus zelf kan instellen, zal je in het begin misschien wel wat overdonderd worden. Na een tijdje zijn de alarmen echter wel minder. En eenmaal je goed begrijpt waarom je bepaalde alarmen krijgt, is het ook minder storend. Dus volhouden zou ik zeggen.